Dit is Drenthe Nu van donderdag 12 oktober met vanavond buurtbewoners niet verbaasd over politieinval in Bovensmilde. Overlast AZC in Drentse dorpen zorgt voor nieuw dieptepunt. En Emmenaar vertrekt met dubbel gevoel uit het oorlogsgeweld van Israël. Ja, wat moet er eens van maken, het weer dan. Het is een typische herfstdag. Ik denk dat we dat rustig kunnen zeggen. Perfect weer om hem lekker aan de struin te wezen. Het weer, zo geliks, not nice. Goedenavond. Een 70-jarige woningeigenaar uit Bovensmilde voelt zich belazerd door drugscriminelen. Dat vertelt hij aan RTV Drenthe. Op zijn terrein in het buitengebied van het dorp was dinsdag een politieinval. De man verhuurde naar eigen zeggen een aanbouw aan twee timmermannen. Bij mij in de studio staat verslaggever Ineke Kemper. Ja, Ineke, jij hebt samen met een collega vandaag onderzoek gedaan in deze zaak. Wat weten we tot nu toe? Nou, op dinsdag zijn er dus op meerdere plekken in Noord-Nederland invallen geweest. Daarbij zijn 10 mensen aangehouden. Er is een drugslab in werking aangetroffen. Er is 2000 kilo aan vuurwerk in beslag genomen. En er zijn synthetische stoffen gevonden en in beslag genomen. Een van de plekken waar een inval is gedaan, dat is aan de hoofdweg in Bovensmilde. En wat we nu weten is dat daar de synthetische stoffen zijn aangetroffen. Nou, jullie zijn ook op die locatie in Bovensmilde geweest. De 70-jarige eigenaar heeft je zelfs rondgeleid. Wat heb je daar gezien? Ja, achter op het terrein stond een stenen gebouwtje. En daaraan was aan de binnenkant flink getimmerd. Overal waren houten platen gespijkerd, stroom aangelegd. Het was allemaal heel netjes gedaan. Bedrading was keurig weggewerkt. Wat opviel was dat er heel goed geïsoleerd was. Echt overal zat isolatie. En in de muur zaten allemaal ronde gaten voor de afzuiging. En er lagen zelfs nog buizen die dan voor die afzuiging moesten dienen. Nou, buiten tegen het muurtje aan stonden gasflessen. En daar moeten dus ook blauwe jerrycans met vloeistof hebben gestaan die de politie in beslag heeft genomen. En je kon het ook ruiken. Bij dat stenen gebouwtje roken we een soort zoete chemische geur. Ja, je hebt daar ook de eigenaar echt gesproken. Wat vertelde hij? Hoe is hij bijvoorbeeld met deze mannen in contact gekomen? Nou, hij vertelde dat het om twee mannen ging. Volgens hem waren het twee timmermannen die op zijn terrein mochten wonen en die in ruil daarvoor dus die aanbouw zouden vertimmeren. Ja, zegt hij, als je in armoede leeft, dan moet je wel eens wat. Nou, die mannen waren volgens hem nog maar net begonnen en toen kwamen dus dinsdag ineens allemaal agenten daar het erf op. Nou, die mannen waren daar op dat moment niet aanwezig. Spullen zijn dus wel in beslag genomen. En achteraf zegt deze eigenaar van ja, ik voel mij nu wel belazerd door deze drugscriminelen. Nou, je bent ook verder de omgeving daarin geweest. Wat zeggen buurtbewoners daarover? Nou, die zijn eigenlijk niet heel erg verbaasd. Een buurtbewoner zegt bijvoorbeeld, ja, het was daar de laatste tijd wel echt een komen en gaan van auto's. Een ander vulde aan van ja, dit moest eigenlijk wel een keer gebeuren. En zij vertelde ons ook dat daar zo'n 20, 25 jaar geleden bij dezelfde eigenaar ook een wietkwekerij is aangetroffen. En dat heeft deze meneer ons ook bevestigd, dat dat inderdaad ook op zijn adres is geweest. Nou, jij blijft de zaak volgen, Ineke Kemper, dankjewel. De bestuurders van Emmen en het Groningse Westerwolde eisen dat de overlast rond het AZC in Ter Apel wordt aangepakt. Dat bleek tijdens een gesprek dat de staatssecretaris had met de lokale politiek. Het aantal incidenten in het naburige Nieuw-Weerdingen neemt toe en het vertrouwen in de politiek neemt af. De burgemeester van Emmen verlaat als eerste het overleg. Hij ziet dat de incidenten toenemen. Vorige week nog werd in zijn gemeente een asielzoeker na een diefstal opgejaagd door een burgerwacht en enkele tientallen burgers. Ja, ik snap het wel. Het is ook een signaal van een soort wanhoop. Van dan doen we het zelf wel. Als de staatssecretaris niet oplost, dan nemen we het zelf wel het recht in eigen hand. Nogmaals, het deugt niet, maar ik snap het wel. De lokale politici wijzen op eerdere beloftes van de landelijke overheid om de overlast tegen te gaan. Die zijn nog niet nagekomen. Na dit overleg volgen ook weer nieuwe afspraken. Kijk, dat heeft iets te maken met het vertrouwen dat deze afspraken nu wel worden nagekomen. En heb ik daar nou alle vertrouwen in? Nou, in alle eerlijkheid, eerst zien en dan geloven. De gemeenteraad van Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, dreigt nu met een rechtszaak als niet snel resultaten worden geboekt. De staatssecretaris belooft verbetering aan de bewoners van Ter Apel en Nieuw-Weerdingen. Hoe kunt u nog zorgen dat ze u geloven? Door het tegendeel te bewijzen van wat bewoners terecht denken. Ik snap dat bewoners namelijk denken, ja, het is steeds praten. Enige manier om geloof terug te krijgen is door het te koppelen aan daden en werkelijk te zien dat er minder overlast is in Nieuw-Weerdingen of in Westerwolde-Ter Apel.
Johnny Lubbers uit Emmen reisde 2,5 week geleden naar Israël om zijn Israëlische vriendin op te zoeken. Hij zou vorige week zaterdag naar huis, maar dat kon niet omdat er oorlog uitbrak. Nou, vandaag kreeg hij goed nieuws. Hij komt terug naar Nederland. Ja, nou ja, dat is een opluchting. Ja, nee, dubbel gevoel. Je wil hier ook blijven steun en support geven aan, en, ja, aan mijn vriendin. Ik wil haar twee zoons moeten zich melden straks. Ja. Ik heb ook wel het gevoel, want ik wil hier blijven. Maar goed, ik heb ook een thuisgrond en ik heb ook mijn verantwoordelijkheid in Nederland. Johnny is de afgelopen dagen vrijwilliger geweest op een begraafplaats voor militairen. Hij hielp met het verplaatsen van zand. Ja, hoe was het om op die manier een bijdrage te leveren? Ja, dat geeft een goed gevoel. Dat geeft een goed gevoel. Dat is goed als je in huis bent. Dan, dan blijf je hetzelfde cirkeltje draaien. En dan komen die muren toch een beetje op je af. En ja, we konden er even uit. Ik zie ook dat de straten weer wat voller worden. Mensen durven weer iets meer. Gaan ook wat meer de straat op weer. Ja, het is ook wat rustiger met de bombardementen. Dus in die zin, ja. Het leven gaat toch door. Hoe je het ook weer investeert. En dat valt me gewoon op. Waar ik dan een beetje terughoudend ben. Dan hier alle mensen weer stappen nemen, zeg maar. Kunt u een beetje veilig op het vliegveld komen? Ik ben nu alleen nog maar in deze stad Rijsselm alleen maar een beetje rond geweest natuurlijk. En nog niet op de autoweg, want we moeten op de autoweg naar het vliegveld. Ik ga er wel vanuit. Ja. Oké, okay, nou heel veel succes en sterkte daar dan. Dank je. Dank je van mijn partner Aylet ook. Als er dan geen transport meer zou komen, dat zij dan naar de gaskamers zouden gaan. Dus die hebben eigenlijk met de moed der wanhoop, hebben zij ja, hun moed verzameld. En hebben ze een opstand bedacht. En straks meer over Sobibor. Maar eerst, maandag is het na ruim een jaar voorbereiden zover. De figuurlijke sloopkogel gaat door het eerste blok van huurwoningen van Le Vier in de wijk Emmermeer in Emmen. Het gaat om 66 huizen. Ik kan niet wachten. We zitten al zo lang in die voorbereiding. En ik vind het zelf ook een heel leuk project. En nu gaat het gewoon beginnen. De woningen stammen uit de jaren 50 en zijn versleten. Met het projectblokje om worden per blok woningen gesloopt en gebouwd, zodat niet iedereen tegelijk het huis uit hoeft. Dat betekent dat we deze woningen gaan slopen tot op de fundering en dan gaan we nieuw bouwen. En dat betekent ook, het mooie van dit project is dat de bewoners eigenlijk weer terug kunnen naar hun eigen woning. De huur gaat wel omhoog, dus meestal bij nieuwbouw. Maar we verwachten dat de woonlasten ongeveer gelijk blijven. Omdat deze woningen zijn natuurlijk gedateerd. Dus aan de energielasten zullen wat lager zijn. Dus we verwachten de woonlasten ongeveer gelijk zullen zijn voor de bewoners. De huurders snakken naar een nieuwe woning. Het is nu namelijk vochtig, het schimmelt en een tocht. Ik ben maar toe aan een nieuwe woning. Ja. Ik vind dat ideaal. Als de harde winter hier is, dan kan je de gordijnen in de weer zien gaan. Maar ja, dat kan, na zoveel jaar moet dat ook een keer veranderen. Ja, het is oud. Het is, hoe gaan we dat netjes verwoorden? Ja, oud. Laten we het daar bouwen. En hoe moet dat met uw overkapping, tuinhuisje? Mijn tuinhuisje moet ik afbreken, mijn overkapping moet ik afbreken. Nou, en mijn meubilair, dan kan ik dan in een opslagcontainer neerzetten. En mijn tegels, die kan ik ook hier op het grasveld neerleggen. En dan kan ik gewoon mijn naam erop zetten en dan kan ik het zo weer gebruiken. U wilt die schuur weer meenemen? Ja, ik wil mijn schuur als kan weer meenemen. Maar ja, voor mij mag dat niet. Dus moet ik het eerst aanvragen. Zullen jullie vier even lief aankijken? Die keek ik nou lief aan. Een andere groep bewoners laat ook weten blij te zijn dat de woningen tegen de vlakte gaan, maar is toch niet helemaal tevreden. Volgens hen verloopt de communicatie met woningstichting Le Vier namelijk dramatisch. Het groepje bewoners geeft aan dat ze pas 2 weken geleden te horen kregen dat ze hun woning uit moesten. Te kort dag, vinden zij. We hebben inderdaad het tweede blokje. We werken dus per blok, wat ik net zei. En, het is voor ons ook even opstarten. En het tweede blok kwam inderdaad sneller dan verwacht. Dus op het moment, ze wisten wel wanneer we ongeveer zouden starten. Maar het moment waarop zij moesten uithuizen kwam sneller dan verwacht. En dat hadden we anders kunnen doen. Maandag begint de sloop. Dan gaat deze eerste rij woningen plat. Emmermeer ziet er dan over anderhalf jaar zo uit.
De meeste wolvenaanvallen op vee zijn in Drenthe en Friesland. Dat blijkt uit de nieuwe cijfers van Bij 12. Dat is het bureau dat wolvenzaken afhandelt. De laatste jaren rukt de wolf steeds meer op naar het zuidwesten van onze provincie. 2 van de 9 wolvenroedels in Nederland leven in Drenthe. De roedel bestaat uit een ouderpaar, jonge wolven en pasgeboren welpen. Volgens wolvenexperts is de kans groot dat wolven uit de Drentse roedels ook toeslaan in Overijssel en Friesland. 80 jaar geleden brak in het Poolse vernietigingskamp Sobibor een opstand uit. Het was de enige keer dat gevangenen in een nazi-kamp in opstand kwamen. Dat feit wordt vandaag herdacht in Sobibor en in kamp Westerbork. In Sobibor stierven tussen eind april 1942 en oktober 1943 naar schatting tussen de 170.000 en 250.000 mensen. Vanuit Westerbork vertrokken 19 transporten naar het Poolse vernietigingskamp. In Sobibor zijn 34.295 Joden uit Nederland vermoord. En Sobibor was echt, samen met een paar andere kampen daar in de omgeving, ja, dat was echt het allerergste van het allerergste. Want er was echt geen ontkomen aan. Het was alleen maar op vernietiging gericht. Met de moed der wanhoop wordt er een vluchtpoging georganiseerd. De opstand was een feit. Toen zijn er een paar honderd gevangenen uitgebroken. En die zijn ook verdwenen, zeg maar. En daarvan hebben 60 het uiteindelijk overleefd. Het voorwerk voor die unieke opstand werd gedaan door Jozef Jacobs, een Nederlandse kapitein die vanuit kamp Westerbork naar Sobibor werd gedeporteerd. Toen men daarvoor verhoord is, hij is naar voren gestapt en heeft gezegd: ik heb dat voorbereid en ik was de enige, ik was alleen. En daarmee heeft hij natuurlijk niet zijn eigen leven gered. Hij is onmiddellijk vermoord, samen met nog 70 Nederlanders. Maar hij heeft de Polen wel het leven gered, die met hem mee eigenlijk die opstand voorbereiden. En het is eigenlijk een voorloper geweest van de opstand van 14 oktober. Want die groep Polen met Aleksander Pierzewski en Leon Feldhendler, die hebben later dus die opstand uitgevoerd. Dus dat is een heel bijzondere Nederlands tintje eigenlijk aan de opstand. Na de opstand, die werd overleefd door slechts tientallen gevangenen, maakten de nazi's het kamp met de grond gelijk in een poging het bestaan ervan uit te wissen. Maar omdat de verschrikkingen nooit vergeten mogen worden, vindt er vandaag een besloten herdenking plaats op het herinneringscentrum. En dat is denk ik ook waarom het heel belangrijk is dat wij dat herdenken. Want die mensen die hebben gedacht: als wij nu doodgaan, is er niemand meer die hier ooit over zal getuigen. Als je wil dat het nooit meer gebeurt, dan moeten we daar samen voor zorgen. Het is oktober, dus harfst. En daar past het weer van vandaag eigenlijk ook prima bij. Het giet alle kanten wat op. Dan weer een buigje, dan wat bewolking, dan een knipboogje van de zon. Een flinke slinger in de temperatuur. En dat is eigenlijk ook een beetje de voorbode voor de komende dagen. En bij die harfst heurt smangs ook een flinke pleerwater. En de kruw morgen met te maken, maar vanavond komt de storing al onze kant op. De wind trekt aan en de temperatuur giet niet een deel, maar juist omhoog. Bij zonsopkomst 15 graden. Die zonsopkomst die zie je trouwens niet, want dan regent het al in het blijven doen. Tot de middag nadert, dan wordt het wat dreuger. En we bevinden ons morgen in zachte lucht, 21 graden misschien wel op sommige plaatsen. Tegen de avond dan wordt het een beetje koeler en ook dan regenachtig. En de wind die is de hele dag eigenlijk er wel bij. Dan kijken we nog even naar de vooruitzichten. We blijven een beetje in die koldere lucht zitten zaterdag. Een mix van wolken, zon en af en toe een bui. En zondag lekt daar eigenlijk wel wat op, maar dat de temperatuur nog een stapje weer terug bij een vrij krachtige westenwind die ook maandag nog aanwezig is. Dan giet de temperatuur weer een klein beetje omhoog. Maandag nog een leste bui en dan wordt het wat rustiger aan. Naar de maandag dus volgende week. Tot morgen. En tot zover deze Drenthe Nu. Meer nieuws is te vinden op rtvdrenthe.nl en in onze app. En daar leest u bijvoorbeeld op welke plek in Roden een nieuwe opvanglocatie voor Oekraïners wordt gemaakt. Met Drenthe Nu zijn we er morgen weer. Graag tot dan en een fijne avond.